In Lent is maandagmiddag een bestelbus van de weg geraakt doordat de bestuurder onwel werd. De auto maakte vervolgens een gevaarlijke rit en kwam in botsing met onder andere verkeerslichten. Uiteindelijk kwam hij tot stilstand tegen een boom. De bestuurder werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Het ongeluk vond plaats op de Vrouwen Uda-singel vlakbij een schoolplein vol met spelende kinderen. Die bleven dus gelukkig ongedeerd. De weg is korte tijd afgesloten geweest voor alle verkeer.